Nelly, de eerste Mid-Mid-Cup is een feit. Wat mogen de mensen verwachten? De eerste Mid-Mid-Cup wordt sowieso een strijd op leven en dood, want ik denk dat iedereen de allereerste editie gaat willen winnen. We gaan dus een oproep doen. Iedereen kan zich inschrijven. 5 tegen 5, indoor, op veldjes met boarding. En uiteindelijk zal er één iemand de winnaar worden van de allereerste Mid-Mid-Cup. Ik kijk er wel enorm naar uit. En gaan wij een speciale selectieprocedure hanteren? Ja. Ik laat dat precies zo wat meer aan u. Dat lijkt me meer iets voor u. Ik vind dat wel. Ik vind om te mogen deelnemen aan de Mid-Mid-Cup, gaat je ons wel moeten overtuigen. Dus er zal een motivatie moeten bijkomen van waarom uw ploegje met uw maten absoluut mag meedoen aan onze Mid-Mid-Cup. Want het wordt niet zomaar een voetbaltoernooi natuurlijk. Hè. Er komen van alle leuke extra's bij kijken. Voilà. Ik ben ook benieuwd of er iemand gaat komen met een lelijker shirt als het shirt dat jij vandaag aan hebt. Mensen die in hun motivatie shirts gebruiken om ons te overtuigen van wij komen met deze lelijke shirts, krijgen bonuspunten. Oké. Okay. Jij gaat dat allemaal regelen? Ja. Oké, heel benieuwd. Ik ben trouwens vrijdag aangesproken door Seth Marien. Die is op skivakantie, begin van zijn skivakantie, heeft hij zijn arm gebroken of zijn pols gebroken. Ai. Ja, en die heeft dan ons ontdekt en die heeft op een week tijd al onze afleveringen gekeken zijn. Ons ontdekt? Dat klinkt zo. Hij had ons nog nooit gezien. Of... Dus die mens heeft een week lang in de gips gelegen en naar ons moeten kijken. Ja, willen kijken. Wat een ramp. Of luisteren misschien. Veel respect voor Seth. Voilà. En ook aan Jonas van der Velde. Proficiat met uw trouw. Welkom dames en heren bij Mid-Mid, uw wekelijkse afspraak met Friends of Sports of Play Sports. Welkom ook aan onze gast van deze week, Igor De Camargo. Igor, deze winter KV Mechelen ingeruild voor RWDM. Nog altijd tevreden van de keuze? Ja, nog altijd, ja. Wat sprak u aan het project RWDM? Ja, ik heb die project gekend ook met een KV Mechelen toen ik ben aangekomen, terug in België. Dus om op te gaan naar de eerste klasse. Dus dat is de grootste doel van die club. Dus, en vooral voor die ambitie van die club. Dus het is wel een mooi project om daaruit te kijken. Was het zo wat op bij KV Mechelen? Of was je op? Je moest niet weg, denk ik. Nee, ik moest niet weg. Maar ik ben iemand die wel altijd... ja, wat moet ik zeggen? Spelen. Ik wil altijd spelen. En dat gaat zijn tot mijn laatste wedstrijd of mijn laatste trein, de laatste dag van mijn carrière. Dus daar heb ik een keuze voor bij RWDM. Want daar zat wel iets om... Een uitdaging. Om uitdaging, ja, inderdaad, ja. Okay. Bij KV Mechelen had je dit seizoen de ontbolstering van Hugo Kuipers. Ja. Hij was spits nummer 1 geworden en ja, zolang hij fit bleef, was het voor jou meer een invallersrol. Was het dat je niet meer wou dan? Ja, nee. Die concurrentie is altijd belangrijk voor een ploeg, vind ik. En vooral als je wil in de top spelen. Dus je moet altijd scherp zijn. En dan heb je de keuzes van de trainer. Dus ja... maar ik heb mijn keuzes gemaakt en vandaag zit ik bij RWDM, ja. Ben je dan geen fijne bankzitter? Doe je dat niet graag? Evert begint graag met de lastige vragen. Ja, nee. Maar je hebt spelers. Ben jij een klootzak als je op de bank zit? Ik denk dat iedereen heeft zijn mening daarover. Maar de spelers die denken op die manier... Ja, dat is niet zo goed bezig. Ofwel verdient hij heel goed, of houdt niet van voetbal. Dus dat is wel iets anders. Ja, ik denk dat je wel niet slecht verdiende bij KV Mechelen, toch? Nee, maar ik zit niet graag op de bank. Dus, ja, snap ik. Maar je zou wel denken, op uw leeftijd dan, naar een 1B-ploeg, dat is om een beetje uit te bollen. Maar ik las in een artikel op Brus, dat is absoluut leeftijd. Niet de bedoeling. Vandaag heb je een man van 39 jaar, bijna, ik denk 40 jaar, spits van Milan. Je hebt in ook 38, 39 in Rijksbak, die is net aangekomen bij Barcelona. Ja, over leeftijd, je moet niet praten. Over prestaties en professionalisme, denk ik dat vooral in voetbal daar te spreken is. Dat heeft wel altijd bij u gepast. Dat hoorde je toch altijd. Ja, professioneel, bijzonder met zijn job bezig. Dat doe ik wel graag.
Dat is ook wel een gemis dan in de kleedkamer voor KV Mechelen, toch? Ja, het op- en topprof zijn is denk ik iets dat doorheen je carrière wel altijd door iedereen is bewierookt en ook gezegd wordt. Hè, van jij leeft er zo hard voor dat je ook nog op je 38 het verschil kan gaan maken bij een ploeg. Als je niet voor je sport had geleefd, ja, dan was je carrière misschien al veel sneller uitgedoofd. Ja, dan moet je ook slim genoeg zijn om te weten. Op sommige momenten, dat gaat niet meer. Dus, maar ik zie vandaag dat ik kan nog in plus zijn voor een ploeg. Dus waarom ga ik op bank gaan zitten? Dus ja, ik ben altijd ambitieus, ik ben altijd optimistisch. En als ik kan nog presteren, dus daar ga ik zeker en vast nog alles aan doen om op het veld te staan. Is dat zwaar voor uw lichaam dan? Om zo van niet meer elke week 90 minuten te spelen, naar plots wel vrij veel minuten ja, te spelen? Ja, voor alle spelers, denk ik. Hè. Als je van de bank moet invallen, dat is niet gemakkelijk om een ritme te vinden. En natuurlijk voor als je ouder wordt, wordt het nog altijd moeilijk. Maar ja, je moet je lichaam kennen en goed verzorgen om te kunnen presteren. Maar er zijn toch legio spelers die van hun trainer een soort gunstregime krijgen, omdat ze dat weten. Hè? Zeker vaak met leeftijd, maar ook vaak met blessuregevoelige spelers. Als die belangrijk zijn in het weekend, dan moeten die in de week minder trainen. Is dat dan bij u ook? Bij mij, ik denk dat bijvoorbeeld bij KV, kan je misschien aan de fysio van KV vragen. Ik denk dat je hebt heel moeilijk in training gemist dit seizoen. Dus, en voelt je lichaam voelt dat ook. Dus, maar je moet zeker en vast je lichaam kennen om dat te kunnen doen. Anders gaat dat helemaal niet. Ja, ik ken Niklas Pedersen bijvoorbeeld. Ja, die trainde bijna niet in de week in zijn periode bij KV Mechelen. Maar in het weekend was die wel spelbepalend. En dan, ja, dan accepteert een groep dat ook. Hè. Als je de beste bent in het weekend, dan kan het wel zijn dat je in de week niet zoveel traint. Maar ik heb het gevoel dat Igor net een speler is die volle training nodig heeft. Ja, want voor mijn lichaam en ook mentaal vind ik dat ook belangrijk als jij de hele week kan trainen. Je laat je ploegen zien dat jij wil dat doen, wil iets bereiken. Mentaal voor jezelf bereid je beter voor de wedstrijd. Dus, maar ja, op bepaalde momenten moet je weten, vandaag gaat het niet, moet je even iets minder doen. En sparen voor de weekenden. Ik vind het wel, als ik mijn persoonlijke mening mag geven over de transfer. Daarvoor zit je. Ik vind het wel een enorm slimme zet van RWDM. Hè? Want RWDM voelde, dankzij de nieuwe investeerder die ze hebben bijgekregen, hè? De mede-eigenaar van Crystal Palace is nu ook eigenaar geworden van RWDM. Zoals dat gaat in België. Voilà. En plots kan er wat meer en zijn de ambities plots toch steviger. RWDM stond op een interessante positie in het klassement en voelt van nu kunnen we misschien wel meedoen voor promotie. We halen spitsen. We halen aanvallers die het verschil kunnen maken. Ja, als ze dan gaan kijken wie er op die markt vrij was, dan vind ik het heel slim dat ze Igor De Camargo zijn gaan halen. Echt waar. Want dat is iemand die meteen inzetbaar is, die al een proven track record heeft, die er altijd zijn kop voor zal gooien, die de rest ook beter kan maken, denk ik, in een ploeg. En die net met KV Mechelen exact hetzelfde heeft gedaan. Een ploeg teruggebracht van 1B naar 1A. Dus van alle spitsen die je zo op een markt kan vinden als je RWDM bent, vind ik dat echt een heel slimme zet. Ja, jij bent van ons twee zeker de 1B-kenner. Gaan ze het halen, denk je? Ja, ze hebben dit weekend afgelopen weekend een zeer, zeer goede zaak gedaan. Het is heel leuk dat we hem daarom ook deze week hebben, want er valt best wel wat te vertellen over wat er dit weekend allemaal gebeurd is. Ik denk dat de tweede plaats binnen is. Die van Beveren gaan dat niet graag horen, want die staan derde. Maar ik denk die staan dat op 5 punten. Ja, nog 6 wedstrijden. Ik zie RWDM het niet afgeven, net door die leuke wintertransfers. Het was niet alleen De Camargo, maar ook Oulare, Kylian Hazard zijn erbij gekomen. Het zijn toch echt wel namen op dat niveau. Alleen vrees ik dat de rechtstreekse promotie, de titel, dat Westerlo daar wel te ver weg is. Maar de tweede plaats geeft recht op die barragematje. En ik denk dat
Dat zou wel eens spectaculair kunnen zijn, want dat is op leven en dood. Dat was vorig jaar ook, hè? Dat hebben we vorig jaar ook gezien met Serrain. Dat zijn heel leuke, interessante wedstrijden. Ben je het eens met zijn analyse? Ja, want zo'n soort wedstrijd, dat is altijd alles geven. Hè? Dat is in finaal. En tja, alles kan gebeuren. Dus ik denk dat wij hebben wel een hele mooie ploeg. Het klikt ook wel snel, hè? Ja, het is inderdaad. Zo snel een geheel, precies. Door die mentaliteit van de groep, door de inzet van die jongens. Ik vind dat zeker en vast, wij kan niet klagen over dat gebied. Maar vooral het technische en tactische vlag van de ploeg is wel heel sterk, vind ik. En ik denk dat de trainer ook kent de spelers goed genoeg om te weten hoe ze moeten op het veld presteren. Hè? Ja. Het zou wel ongelooflijk zijn als Standaard het alsnog helemaal verprutst en op die voorlaatste plaats terechtkomt, want dan zou jij Standaard uit eerste klasse moeten trappen. Oké, het is heel ver weg, maar dat zou wel een heel raar moment zijn. Zie je Serrain boven Standaard gaan zien? Bij KV, we zeggen altijd dat het een stok ziet. Hij steekt altijd. Dus, liever Serrain dan Standaard, denk ik. Nee, ja. Voor mij maakt eigenlijk niet uit. Okay. Mijn doel is promoveren met RWDM. Tegen Standaard natuurlijk is wel jammer, want ik denk dat deze seizoen is een van de slechtste seizoenen van Standaard in de laatste tijd. Ja, sinds ik leef, is het nooit zo slecht geweten, denk ik. En ik moet mijn boterham verdienen, dus maar ik zie nog heel veel water onder de bruggen passeren, ja. mooi om Standaard zo te omschrijven. Ja, en je hebt een mooie kampioenschapsbonus, dat hebben we nu ook geleerd. Ja? Ja. Yeah. Als jij overgaat met RWDM, krijg je een mooie bonus. Heb je mijn contract gelezen? Nee. Ik weet niet waar je het over hebt. Nee, maar dat was in der tijd, bijvoorbeeld bij KV Mechelen, waren de salarissen lager, maar waren de bonussen om over te gaan heel hoog. Ik denk dat RWDM misschien hetzelfde probeert te doen. Misschien, ja. Ik heb afgesproken met RWDM wat gaat gebeuren als wij promoveren. Dus, Oké. Bestaat er zoiets als een spookdoelpuntenpremie? Dat kan ook. Dat kan? Dat kan ook. Ja, iedereen heeft... Je weet waar ik het over heb natuurlijk. Ja, nee, iedereen heeft een andere contracten. Dus je kan alles zetten op je contracten. Ja. Maar ik bedoelde dit weekend dan de 1-1 tegen Lierse. Ja. De bal was niet over de lijn. Lijkt toch op de beelden zo. Hadden jullie dat op het veld ook zo door? Was er eigenlijk veel rond te doen op het veld? Ja, het was wel een belangrijk moment in de wedstrijd. Want op die moment was dit 67 minuten, als ik me niet vergis, 68. Het was al ver in de wedstrijd. Het was ver in de wedstrijd. Ja. Of zelfs... Lierse stond er alleen voor. Iets later. Dat was een key moment van de wedstrijd. Dus... Maar het gevoel, wij domineerden de wedstrijd gewoon in de tweede helft, want wij willen iets bereiken, we willen iets halen. Dus die geven ons natuurlijk een boost. Maar als je bekijkt, de hele wedstrijd was natuurlijk onverdiend 1-0. 0-1 dan voor Lierse. En 3-1, ik denk dat is wel een mooie resultaat, vind ik. Dat is mooi rond de hete brei gedanst. Je hebt de wedstrijd helemaal gezien, zeggen. Ja, ik heb een heel groot stuk van de wedstrijd gezien, vooral tweede helft. En, juist die stuk van die doelpunten, die heeft niet gezien. Ja. Dat was de ref. Ja. Jens Teunkes, de doelman bij Lierse van die wedstrijd, die stuurde wel om het jou te vragen van... Jij stond er vlakbij. Ik denk dat jij zelfs de bal inkopt of intrapt. Ik was net voor de keeper, ja. En hij vraagt dus, denk jij dat het doelpunt was?
Toen de keeper die handen op de bal zette, kijk naar de lijnhechter en die zet zijn vlag omhoog en die geeft de doelpunten. En daarna zie ik niet als die bal binnen is of niet. Dus ik denk, ik moet toegeven, ik denk dat was binnen. Maar dat was heel snel. Wel dat binnen was, op dat moment zelf. Of op die momenten, of, ja, natuurlijk. Ja. Daarna kijk je naar de lijnrechter en dan moet je alles beslissen. Ook wel snel, hè? Ja. In die actie. Maar één ding vind ik wel moeilijk, omdat de lijnrechter zo moeten zijn verantwoordelijkheden moeten pakken. Allee, of neemt. Want toen die keeper die hand op de bal zette, zijn lichaam stond voor hem, voor de lijnhechter. En dat was moeilijk te zien van zover, denk ik. Ja. Dus, en wat vind jij dan dat hij moet doen? Niet moet vlaggen? Ja, op of die wel, momenten. Ja, hij als hij heeft dat gezien, ja. Dus ja. Neem zijn verantwoordelijkheid en geef de doelpunten. Hij heeft dat gedaan. Ja. Maar moet gewoon aan die hef dat laten. Hè? Ja, het lichaam van Jens Steunkes, de doelman, zat tussen de bal en de grensrechter, die er dan ook nog eens, wat is het, 40 meter van afstaat. Ja, dat is altijd. Ja. Ik vind het een zeer, zeer gewaagd signaal van die grensrechter om te zeggen, ik ben 100% zeker dat hij binnen was. Allee, die staat er op 50 meter af en die ziet volgens mij de bal helemaal niet. Maar moet hij zeggen, ik ben 100% zeker, of moet hij zeggen, ik denk... Moet hij niet een keuze maken? Is het 51% ja. Of is het 100%? Dat is de vraag natuurlijk. Ja, ik vraag hem aan u. Ik vind dat een hele moeilijke. Ik denk dat Filip Joos daar ook wel een hoog boompje kan over opzetten van wat het moet zijn. Ik denk dat je 100% overtuigd moet zijn voor zo'n belangrijke beslissing. Ja, okay. Ja, en het probleem ook voor de hoofdscheidsrechter, die eigenlijk aan de andere kant stond, dus die de bal wel ziet. Ja, vanaf het moment dat die grensrechter vlagt, wat moet je doen? Moet je die negeren? Okay. Als je het zelf hebt gezien en het zelf anders ziet, hem overrulen, ja. Maar ik denk dat het zo snel gaat, dat je dat ook niet echt gezien hebt. En hoeveel keepers zijn er die de bal eigenlijk worden, maar dan supersnel al naar voren rollen, ja. Dat je het niet gezien hebt? Dat is waar. En we kennen allemaal het geval van, was het Jeroen Zoet bij PSV? Die pakte de bal eens en die wou uitwerpen, maar vlak voor het uitwerpen trok die bal zo nog even naar zijn borst. Ja, om dan... Maar dat was wel met een doel en technologie. Dat was met doel en technologie en dat machientje van die scheids ging af en die keeper dacht, wat gebeurt er hier? Dus soms is het ook dat je de onverwachts doelpunt, dat wij als kijker het misschien helemaal gemist hebben, dat kan, hè. Ja. Maar dus Jens Steunkens beweert bij hoog en bij laag dat het absoluut geen doelpunt was. Als ik de beelden zie, dan denk ik ook wel dat het geen doelpunt is. Maar goed. Het verandert ook helemaal niets aan de uitslag, want ze kunnen er weinig mee bij de voetbalbond. Het is geen, het is niet zo'n dwaling waardoor dan een wedstrijd herspeeld kan worden. Dat is het niet. Dus de uitslag staat voor altijd. Ja. Afgelopen zomer had ik gelezen dat je ergens zei dat het wel eens je laatste seizoen kan zijn. Dat is het laatste seizoen. Dit is sowieso het laatste seizoen? Dat is mijn laatste seizoen, ja. Ook als jullie opgaan? Ja. Oké. Okay. Ik geloof het niet. Ik geloof het ook niet. Ik vind ook dat je aan het lachen bent. Nee, dat is mijn laatste seizoen, ja. Oké. Okay. En in België of toekomst? Hier in België is mijn laatste seizoen. Ah. Ja. Okay. Misschien ergens anders, we weten. Maar... Is er nog de ambitie om ooit terug in Brazilië te voetballen? Ja, maar ik lig niet wakker van. Want ik denk dat ik heb al mijn carrière goed geswaneerd, moet ik zo zeggen. Ik heb een heel mooie carrière achter de rug. Dus ik blijf niet wakker van. Dus als dat komt, komt. Als het niet komt, ook goed. Hm. Dus voilà. Maar dit is mijn laatste jaar. Ja. Okay. Iedereen toeterde wel natuurlijk bij die transfer. Hey, die eigenaar van RWDM nu, die nieuwe man, is ook eigenaar van Botafogo. Ja. En daarom gaat Igor naar RWDM, omdat er misschien een Braziliaans verlengstuk zit. Dat zijn KV Mechelen supporters die maar niet begrijpen dat iemand KV Mechelen verlaat, die daar een heel verhaal van willen maken. Nee, maar is Botafogo ter sprake gekomen bij die onderhandelingen? Om eerlijk te zijn, daar is wel in projecten dat we moeten nog samen zitten. Nog niks beslist, maar daar is wel een project om te analyseren.
Want ik heb ook net mijn diploma gehaald dit jaar van UEFA A, trainersdiploma. Dus misschien wat ervaring opdoen daar in Brazilië. Op dezelfde momenten dat familie terug samen gaat zijn. Maar ik ga terug in Brazilië vooral voor de familie. Ja. Want ik ben al 22 jaar hier in België. En soms komt die familie naar hier of zo, maar nooit echt die gevoel. En de kids wordt wel groot. De Enzo is al 12, de Gabriella is 7. En ze zien bijna nooit de grootouders. Dus ik denk dat nu is wel een moment om die band een beetje... aan te wakkeren. Ja. Maar zij wonen dan ook, de oudste woont dan ook al 12 jaar in Europa. Is hij Braziliaan? Heeft hij dat? Dat is toch van binnen zoiets, ne? Ja, hij heeft heel veel contacten met zijn die Braziliaanse vrienden. Iedere keer dat wij daar naartoe gaan, hij heeft zijn bandje. en voilà, dus... maar vooral, ik vind dat hij kan zeker en vast snel aanpassen... aan Brazilië en vooral het zon. Ja, ja. Het is gemakkelijker naar daar dan terug. Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Want dat is wel iets, als Evert en ik zo aan het voorbereiden waren, het is wel opmerkelijk, hè? Het begin van uw professionele carrière, om als 16-jarige jongen naar hier te komen. Ook in Brazilië speelde je niet bij een grote ploeg. Of... Nee. Ik denk dat er ook niet heel veel clubs in de rij stonden vanuit Europa. Nee, om eerlijk te zijn, toen ik 17 werd, kom ik naar hier om testen te doen. En op die momenten had ik gewoon... Ik moet prof worden. Ik moet mijn doel bereiken. Maar je stapte dus wel het vliegtuig op zonder profcontract. Zonder niks. Ja, maar niks. Zonder niks. Helemaal niks. Heel alleen. En ik zeg nog, ik was echt heel alleen gekomen in België. Want normaal gezien, die voorzitter van die club waar ik zat in Brazilië, moest een speler gaan halen in Afrika. En wij landen in Parijs. En van Parijs moet die naar Afrika en ik moet naar België helemaal alleen, zonder niemand te kennen. Geen foto van niemand, niks. Ja, je kende België ook helemaal niet. Nee, helemaal niet. En de taal ook niet. 0,0. En kom ik aan... Kijk links, rechts. Ik zie niemand. Ik zeg, oelala. Niemand kwam je halen? Nee, want ik ken niemand daar. Hè? Dus op bepaalde momenten kom een Italiaan naar mij toe. En die zegt zo, ja, Giocatore, Brazilië. Ik zeg, ja, ben ik. Pak mij. Maar ik ben. Ja, echt waar. Dit is zo gebeurd. En dan... uw makelaar? Dat was toen, die man had contacten met die voorzitter daar in Brazilië. En die Italiaan had contacten met Paul Stefani, mijn manager. Dus, en dan zijn we vertrokken. Oké. Okay. Ja. Maar... Het is puur geluk. Puur geluk dat jij in Limburg bent beland. Puur geluk, misschien wel. Want ik ben 2 weken in Eindhoven gebleven toen ik ben aangekomen door die manier, door die Italiaanse manier. Daarna ben ik naar Patro IJsde gegaan om te testen, om te trainen. Waren die op dat moment? Tweede klasse. Dus wel prof. Ja, en heb ik een paar wedstrijden gespeeld met Patro. En dan ben ik naar Genk gaan testen. Ook een paar wedstrijden gespeeld. En ik kan wel zeggen, op die momenten was echt heel koud. Oh ja. My. Zo koud heb ik nog nooit hebben meegemaakt, toch? Nooit. Nooit. Dus, voilà. Maar er was niet iemand die zei...
kom het hier eens proberen. Ik heb hier een aantal testen voor u geregeld. Je zegt echt gewoon zelf... Ja, nee, ik denk dat er was die contacten van, allez, van makelaar naar makelaar, die had iets misschien al voorbereid. Hm. Maar niet om te zeggen dat het 100% gaat, zo nee. gaat gebeuren. Nee, ja, want niet. Iemand moet u toch ook in Brazilië ontdekt hebben dan? Van, oh ja, kom maar eens testen. Ja, ik zat daar in de ploeg. En op bepaalde momenten komt die voorzitter. Ja, ze zoeken zo'n spits, groot, zoals u. En ik moet aan mama en papa vragen, hè. Ja, ja. Mag ik gaan? Die moet toch moeilijk zijn geweest voor hun? Ja, maar die heeft mij altijd gesteund. Ja. Dat was wel heel mooi. En ja, en ik ben hier vandaag. Hè. Want hoe komt het dan dat er geen Braziliaanse eerste klasser op u was gestoten? Ik zeg altijd... misschien hier in Europa heb jij, of hier in België, hè, heb jij kans, allez, één kans binnen 150 misschien, 100. Mm-hmm. Daar in Brazilië is één kans voor 1000. Ja. Dus dat is niet gemakkelijk. Iedereen wil daar voetballer worden. Er zijn er gewoon heel veel. Een groot deel van de jongens willen wel voetbal worden, ja. Ik had een vraag van Frederik. Wat zou je nu jonge Braziliaanse spelers aanraden? Zo vroeg als u naar hier komen of eerst nog daar doorbreken? Ik ben 100% zeker dat heel veel Brazilianen heeft een hele hoge technieken. Dus vooral baseren voor zijn fysieke. Want Europa zonder fysiek vandaag kan echt niks bereiken. Maar dat zeg ik niet onder 13 jaar of 14 jaar. Zeker niet. Want ik denk dat een kind moet altijd die bal aanraken. Moet die bal hebben. Die moet technieken, zijn die basis hebben om te evolueren. Maar als je me vraagt over 16, 17, 18 jaar, zeker in vaste, als je niet klaar bent op fysieke vlag, ja, dat is heel moeilijk om te bereiken hier in Europa. Ja, jij bent natuurlijk altijd gekend geweest, wel voor fysiek in orde. Ja. Hoe was uw leven daar? Goed. Mijn vader was een leraar. Stabiele job wel. Ja. Mijn moeder normaal heeft ook geleerd om lerares te worden, maar is nooit lesgegeven. Zij is gaan werken met een boekhouding, in de boekhoudingdepartementen. Dus mocht niet klagen, nee. Zijn ze al veel naar hier gekomen? Een paar keer, ja. Ja, ja, nu door corona was het natuurlijk niet evident. Ze had een beetje bang ook om vliegtuig in te stappen. Maar ze is een paar keer naar hier gekomen, ja. Lijkt me wel hard, want de dag dat je als 17-jarige op dat vliegtuig stapt, weet hij niet dat je hier een carrière gaat uitbouwen van meer dan 20 jaar. Die had misschien gedacht, oh, over 6 maanden staat Igor hier terug. Zit hij gewoon terug bij ons thuis. Nee, je bent 20 jaar weg. Allee, dat is wel onwaarschijnlijk eigenlijk. Ja, op hun kant denk ik, ze wil natuurlijk dat ik dat bereik. Ofwel in Europa of in Brazilië, maakt eigenlijk niet uit. Want dat was mijn droom om profvoetbal te worden. En die heeft mij altijd gesteund. Dus dat was de mooiste kant van dit verhaal. Maar ja, één keer in hier zeg ze, ja, blijf maar. Hè. En blijf maar, want dat is je droom. Heb je je familie gebouwd en allee, doe maar je dingen. Hè. Hm. Hoe komt je dan uiteindelijk bij Genk terecht? Door die makelaar, hè, door Paul Stefani met zijn contacten. Daar heeft mij gearrangeerd een testen te gaan, een paar wedstrijden gaan spelen. En ik denk dat ik heb een stuk of 3 wedstrijden, als ik me niet vergis, gespeeld. Vraag meteen wel goed dan. Vraag niet tegen wie, want dat is lang geleden. Een tijdje geleden. En dat was met Sepp Vergoos, of?
Sef Vergoossen, ja. Als de coach. Ja, ja, ja. Daarna heb ik 6 maanden bij Belofte, alleen bij de tweede ploeg, gespeeld of gebleef. Maar altijd aan het trainen met de eerste ploeg. En na 6 maanden ben ik altijd met de eerste ploeg getraind en gespeeld met de B-ploeg. Het jaar daarna begon ik in te vallen. Was ook die jaar waar wij zijn kampioen gespeeld. Hm. Ja, dan begon mijn verhaal hier in België. Hè. Ja, wel straf dat ze bij Genk dat wel gezien hebben, uw talent. Want, ja, gelukkig. Ze hadden ook wel echt iemand nodig, denk ik. Nee? Hoe zegt u? Ze zochten toch effectief een grote, sterke spits toen? Ja, toen, dat weet ik niet, want ze had al Wesley Song en Dagano, Moumini Dagano. Dus dat was een mooie duo, moet ik zo zeggen. Ja, daar kon je wel meteen veel van leren. Ja, dat was een mooie ervaring. Dat is toch ook een zotte aanwinst. Ja, Dagano Song was wel... Dat was ook, in die tijd was David Paas. Ja, juist. David de Paas. Ook uw profiel eigenlijk, ja, hè? Ja, 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 ja. Ja, ook wel een sterk aanspeelpunt, sterk in de 16 meter. Maar toen ik ben aangekomen, was niet direct met Sef Vergoossen. Dat was met Johan Boskamp. Ah. Ja. Oké. Okay. Die heeft niet zo lang gezeten daar. Nee, ik denk dat Aimé Antunes was net voor Boskamp. En dan was Boskamp en Sef Vergoossen, ja. Oké. Okay. Hoe kijk je eigenlijk terug naar die eerste periode bij Genk? Want kampioen, ook het jaar nadien Champions League in Bernabeu mogen spelen. Wow, voor mij was gewoon een droom. Echt waar, want dat was... wat moet ik zeggen? Dat was zo mooi om alles mee te maken. Dat was alles nieuw voor mij natuurlijk. Hè? En, je werd met alles tevreden ook. Ja, want echt veel speelde je nog niet, hè? Nee. Maar was voor mij, ik moest mij gewoon mijn plaats vinden. En dat was natuurlijk niet evident, want je komt van buitenland. En je wil gewoon bewijzen dat je kan mee doen. Dat was niet gemakkelijk, in alle vlag. En heb ik kunnen bereiken. Dus dat was mooi. Maar in het begin was het natuurlijk alleen maar... De ogen uitkijken. Ja. Ja, tuurlijk. Dat begrijp ik ook. Ik heb u leren kennen als voetbalkijker. Ja, vanaf het moment dat je bij Heuze Zolder komt natuurlijk. Ik ben wel eens blij dat we iemand van die periode bij Heuze Zolder hebben. Ja. Dat is maar 1 seizoen geweest. Maar toch zit dat in iedereen... Zijn geheugen wel. Dat was een beetje Genk B wel, hè? Dat was de satellietploeg van Genk toen. Anders kon dat ook niet, denk ik, hè? Heus de Zolder, ik weet zelfs niet hoe... Ja, maar het werd vooral een satellietploeg als ze in eerste klasse kwamen. Ja, en wat een straf ploeg. En de, nog straf was dat wij die eerste 7 wedstrijd kon niet winnen of niet scoren. Dat was echt... In mijn hoofd zit dat jullie net... Supergoed begonnen, maar dus... Nee. Het was wel, was we echt een heel mooie... een hele mooie ploeg met Logan Bailly, met Dimitri de Condé... Letterlijk Mike, een mooie ploeg. Mai Origi, Takayuki Suzuki, Barca. Ja. Leuke ploeg op papier, Op papier was een hele leuke ploeg, ja. Maar het zegt toch wel iets over het verschil toen tussen eerste klasse en tweede klasse. Dat dat wel echt veel groter was dan dat nu is. Hoe bedoel je? Omdat zij komen op en ze kopen of zij huren wel ineens echt een hele ploeg om mee te kunnen in eerste klasse. Dat zie je nu toch bij de Beerschot, OHL, Union, toch veel minder. De ploegen in 1B leunen toch al dichter aan bij... Zijn misschien zelfs soms al beter dan sommige ploegen in 1A. Lijkt dat maar. De laatste jaren, inderdaad, dat is eigenlijk al waar. De ploegen die opkomen zijn die eigenlijk... Die moeten toch niet meer zo ineens een hele nieuwe kern gaan samenhalen. Het zijn eigenlijk direct stevige eerste klassers. Terwijl dat Heus de Zolder, hadden die Genk niet, hadden die misschien geen 20 ploegspelers. Je moet wel geluk in hebben dat op die moment, zoals nu... Ik denk dat vandaag kan je niet permitteren zo'n ploeg als Heus de Zolder toen vandaag te hebben.
Dat denk ik niet. Nee. Want er zat al een beetje ervaring in de ploeg. De Condé speelt een schitterend seizoen. Hè? De Condé, Mike Origi, ik denk dat was ook Oulari ook daarbij. Ja. Wilfried Delbroek toen ook. Dus, wat namen allemaal. Ja, maar dat waren, jij noemt de vader Oulari, Delbroek, die mannen hadden wel prijzen gewonnen. Hè? En nationale ploeg gespeeld. Ja, dat waren dus, sukkelaars. Was een strafploeg. Ja. Ja, echt waar. Ja, en die Suzuki, die blijft ook bij mij. Dat was zo een van de eerste Japanners in België. En daarom is die was ook... veel om te doen ook. Ook blijven hangen, die naam. En jullie speelden toch ook in het stadion van Genk? In het stadion van Genk, ja. ook. Dat is eigenlijk zo... Wat ze nu in met die jeugdploegen willen gaan doen. Ja, eigenlijk wel. Dat was af ja, als je bekijkt vandaag, dan... ik zeg maar iets, Club Next. Ja. Iedereen weet dat is de tweede ploeg van Brugge. En dat zijn jonge gasten, dan pak je hier en daar nog wat spelers. Maar hebben die namen wat ze hadden toen, ja, dat kan je denk ik niet permitteren. Nee. Maar jullie zijn wel gedegradeerd meteen. Ja. Ja. Dus het is nooit echt gelukt. Dat was altijd een heel mooi voetbal, moet ik eerlijk zeggen. Maar net niet. Wie was de coach toen? Pieter Ballet. Ah ja, oké. Okay. Toch allemaal ook namen die zijn Papa Ballet. Ja, ook een Genkie. Ja. Papa Ballet. Ja. Nee, ik heb heel veel geleerd met Pieter. Hij is voor mij een van de echte... basis van mijn carrière, want ik heb echt heel veel geleerd met hem. Altijd mooie contacten gehad en tot vandaag dus en is gebleven, ja. Ja, voor mij was de echte doorbraak van Igor De Camargo FC Brussels. Ja. Wat dan eigenlijk RWDM is, maar toen FC Brussels noemde. Mm-hmm. Met een zeer speciale voorzitter. Juist, amai. Mag ik toch zeggen. Hè? Met Vermeers. Dat is een understatement, denk ik. Speciaal man. Ja, heel speciaal. Heel speciaal. Had wel het beste voor met de club, leek van buitenaf. Hoe bedoel je? Het leek wel alsof hij... Hij vocht op de juiste plaats. Ja, dat was een gepassioneerd supporter. Die voorzitter... was en ze wil alles eigenlijk doen voor de club, voor de ploeg. Dus en op sommige momenten ook te veel. Maar ja, maar dat vind je nog altijd zo'n voorzitter op sommige ploegen. Ik denk dat je anders geen voorzitter kunt zijn in het voetbal. Als je er niet... Ja, maar vandaag is... In de voetbal van vandaag, dat moet je niet meer zo zijn, denk ik. Hè? Hoe bedoel je dat? Want vandaag is de voetbal zo geëvolueerd op een manier dat je heeft moeilijk om je mening te zeggen soms in de kleedkamer of met die jonge gasten. Dat is anders. Voetbal is anders geworden. Snap ik. Was jij ook niet zo... Ja, we hebben al een paar van die namen gehad de laatste afleveringen. De laatste, ja. Willy van den Wijngaard, Van Noppen, Vermeers. Lambrecht. Ja, Lambrecht toch ook. Zo'n Vlaamse baron die zijn eigen club een beetje ter harte had genomen. Ja, ik wil nu niet Balthazar Boma zeggen van de kampioen. Maar hij staat achter u. Ah ja. Ja, Jean-Marie Pfaff had ook wel bij Brussels kunnen zitten. Klopt. Maar dat type zo, weet je, impulsief, hard op de tong en soms natuurlijk ook het slechte ervan. Maar soms alles heb je alleen al nodig. Willen beslissen. Soms heb je al nodig in een club. Iemand die durft die initiatief pakken en soms, ja... Soms heb je dat niet in de ploeg of in de club, dus... Sprak hij veel met jullie? Vermeers? Ja. Soms te veel ook. Tijdens de rust. Nee, maar was altijd correct geweest. Hij was altijd op een goede manier. Hij wil altijd het beste voor een ploeg. Dus ze zorgen ook goed voor een ploeg. Dus op die gebied kan ik wel
niet klagen, moet ik zo zeggen. Ja, het was ook de ideale springplank, hè? Want ik denk, er is een jaar geweest dat jullie echt wel, vooral tegen de topploegen, heel goed presteerden. En had je dat niet gehad? Met dingen, Cartier. Goed. Was het met Cartier? Ja? Had je nooit die carrière kunnen hebben? Hè? Dat was met Emilio Ferreira toen begonnen, denk ik. Dat was met Robert Wasseij. En dan met Cartier. Maar Wasseij kan ik me niet meer herinneren. Tussen pauze. Ja. Ja, en dat was ook een leermoment, een leerperiode voor mij. Die heeft mij ook... dat was een moment om te bewijzen, om te laten zien dat ik kan de volgende stappen maken. Want wie Julien Gorius zat al in die ploeg, denk ik? Julien Gorius, Alan Heidok, Patrick Nijs. Ja. De keeper. Tchulek. Tchulek, ja. Goede middenvelder. Ja. Dus, okay, het is wel al een stap hoger dan Heus de Zolder. Ja? Ik weet dat niet. Als we de namen zouden zeggen. Mm. Brussel is er wel twee keer ingebleven, alleszins. Dus. Ja. Dat was... Ik ben een half seizoen daar gebleven. Ja. Dus, want dat is eigenlijk uw meest opmerkelijke transfer, of waar het meest rond te doen was. Want er wordt gezegd dat je akkoord werd met Club Brugge, maar toch last minute akkoord, naar Standaard zit gegaan. Akkoord niet. Wij hadden in afspraak om samen te gaan zitten. Op die momenten, we zijn samen gaan zitten, maar komen niet rond. En dan was de Standaard terechtgekomen in die gesprekken. Dus, maar klopt het, want Mark de Grijze was toen technisch directeur van Club Brugge. Klopt het dat jullie wel rechtstreeks van het bureau van Mark de Grijze naar Luik zijn gereden? Ja. Vind ik opmerkelijk. Leuk. Want je moet altijd een plan B hebben, hè. Dus op die momenten hadden wij natuurlijk gesproken... Maar wij wilden natuurlijk... we hadden een afspraak met Brugge. En wij hebben duidelijk gezegd bij de ploeg. Dus Brugge wist wel dat je ook een gesprek met Standaard had? Ik denk niet. Dat denk ik niet. Maar wij hebben tegen Standaard gezegd dat wij hadden een afspraak met Brugge. En ja... Ik herinner me nog dat de Grijze daar wel zo... Ja, niet boos van was, maar dat hij wel echt zich gepakt voelde. Ja, hij was hot op de transfermarkt. Hè. Hij had een heel goede eerste 6 maanden van dat seizoen gespeeld. En beide ploegen wou nu er absoluut bij. En ja, dat er dan een soort opbod gecreëerd wordt, is toch niet zo onopmerkelijk in het voetbal. Ik denk dat dat wel vaker gebeurt. En als je er dan naast vist, ja, dat je dan teleurgesteld bent, ja, dat snap ik ook wel. Maar waarom dan toch Standaard boven Brugge? Waar zit dat verschil? Want Brugge is toch ook... Want je wordt 2 keer kampioen met Standaard. Ja. Het grote Standaard ook. Maar eigenlijk is dat nog 2 jaar daarvoor al, hè? Dat je naar Standaard gaat. Het is niet aankomen en kampioen worden. 2006 was het jaar, was het seizoen daarna. Ja. Toen ik ben aangekomen bij Standaard, was ook een hele straf ploegen daar. Was dat op die moment? Was Conceição, Sapinto, Dragutinovic... wie nog? Was Onyewu er al? Juanberto. Die daarna. Daarna gekomen. Groene. Rapaic. Dus was wel... Komt hier nog met wat cultnamen, joh. Ja, ik herinner gewoon van die dingen. Rapaic. Dat is Standaard toen toch? Memechite. Waren die namen die u aanspraken om toch voor Standaard te kiezen? Ja, maar vooral voor alleen de hele context. Dus, Standaard wou je wel echt, hè? Ja, wel ook. Ze had, ik denk, in die tijd van Heuse Zolder al een beetje geïnformeerd. En door daar was ook interessant dan voer je ook anders. Hè? Dan zie je toch hoe Luciano dan, die kampioenenploeg, dat hij toch op een heel korte tijd heeft samengesteld. Ja. Dat is toch niet dat daar 5 jaar aan die ploeg gewerkt is geweest. Hij heeft toch heel rap de puzzelstukjes bij elkaar gekregen. Hey, als je net al die namen eigenlijk hebt opgenoemd. 2 jaar daarvoor en dat is niemand van de kampioenenploeg. Niemand. Dat is buiten jij dan natuurlijk. Ja. Niemand was daarbij. Je bent misschien de enige. Ja. En dan, maar oké, heel veel jeugdspelers die toevallig samen naar boven kwamen. Ja, dat wel. Want, Wel plaats voor gemaakt werd in de kern ook. Ja. Maar Juan Fellaini is opgegaan. Benteke was opgegaan.
Mehdi Kersala is op, ook op naar de eerste ploeg. Witzel ook. Dus was een paar spelers die... Allee, met talent, met potentieel, is opgegaan. Het is niet maar dat jij pak in jeugd en zit in de eerste klas, nee. Allee, in de eerste ploeg om allee, we gaan iets proberen. Nee, dat was echte talenten en potentieel. Dus, ja, je hebt de twee titels meegemaakt, met Predom en Beleuni. Wat was het grote verschil tussen die twee ploegen? Beleuni ging vol door op Elan. Het was niet veel. Geen verschil, denk ik. Vela in is het enige verschil, zeker, op het veld? Ja, op het veld wel, maar manier van voetbal en zo. Aan manier van voetbal. Ik herinner me dat jij speelt toch meer in de tweede ploeg dan in de eerste ploeg? Ja. Met Bologna was... Ik denk dat hij was ook slim genoeg om te weten... Ja, waarom ga ik veranderen? Iets dat goed draait. Hm. Hij heeft natuurlijk gezien een paar... Parpion die moeten gewisseld worden, maar niet veel veranderd in die concept van Predom. Nee. Was ook, met alle respect, ik denk dat 8 of 9 namen blijven dezelfde, hè? De van de basis 11 tussen die twee ploegen. Maar in mijn hoofd kwam jij meer op 10 in die tweede ding erin en was er bij Predom niet echt sprake van een echt 10. Maar dat was, de namen waren wel hetzelfde, maar het was wel anders. Ook Fellaini die weggaat is wel niet, dat is niet maar één speler. Nee. Camozato was Saar, Mohamed Saar, O'Neill, Dante. Toen speelt in... Die is ook vertrokken. Links, linksbak. Dan was Axel en Steven. Hij zat met Dalmaat. Jovanovic. Jovanovic, ik en een Bokani. Je kan die ploeg nog 100 keer opnoemen. Ik ga 100 keer denken, wow. Zo'n gniffel van... Ja, wow. Dat is wel echt Belgische voetbalgeschiedenis, die ploeg. Ja, absoluut. Maar ik vond... Allee, als je over namen spreekt, die jaar daarvoor was echt straf. Als je ziet Conceição, Rune, Rapaic, Dragutinovic, Wamberto, Moreira... ik denk Olivier Dacour... Was daarna. Ja. Daar had D'Onofrio waarschijnlijk al meer van verwacht van die ploeg. Kovalenko is van Juve gekomen. Ja, was standaard was het van het toen, hè? Toen nog niet. Nog niet helemaal, toch? Nee, het was toch zo van... wat waren de krantenkoppen waren, hè, wat toch standaard neemt het over van Anderlecht. Ja, maar dat was na de twee titels. Ja, dat is de hoofdstad verplaatst naar Luik. Zie je ook dat alles relatief is. Hè, en dat is zo goed dat jij die krantenkop ook weet. Ik kan me die nog zo herinneren dat je de krant open doet en zo leest. Het zwaartepunt van het Belgische voetbal ligt nu in Luik. Zo pijnlijk. Ja, maar je hebt het heel moeilijk met standaard. Nee. Nee? Ik kan ook gerust toegeven dat dat 2 keer verdiend kampioen en misschien zelfs de sterkste ploeg dat ik ooit heb in België meegemaakt. Okay, maar het grappige is dat ik zo dat vijandschap tussen die twee ploegen, ik link dat helemaal niet met Igor. Nee, ik ook niet. Dat is klopt. Mooi. Nee, dat is toch? Heb jij ooit in die relletjes en die hetsen gezeten? Niet dat ik was herinner. Altijd tussen om... Ik ga die beelden toch eens moeten herbekijken, denk ik. Nee, het was wel een pittig... was altijd pittig, bijvoorbeeld, tegen Anderlecht te spelen. Ja, want er was... Ja, Anderlecht was ook echt niet slecht, hè. Standaard was wel beter, maar Anderlecht was ook echt goed, hè. En vooral die tweede titel was met die barragewedstrijd. Mm-hmm. Ja, we zaten 77 punten bij de ploeg. Hetzelfde. Dus ja, zot. Dat is niet min. Dat waren de play-offs voor de play-offs eigenlijk, hè? Dat is Axel Witzel, die met 1 penalty het eigenlijk besliste. Is het niet? Het was toch 1-1 en 1-0? Die penalty tegenstandaar op Gent. Ja, dat ook. Brian Ruiz. Ja. Die dat jaar geen enkele penalty miste. Die penalty. En ja, dus God weet wat er moet gebeuren. Toen werd er nog geïnsinueerd dat hij naar standaard ging het jaar nadien. Dat hij expres zou gemist hebben, maar hij ging dan ook naar Twente, dus dat bleek totaal waar te zijn.
Naast vandaag ga je naar de Bundesliga. Gladbach. Ja. En als we nu terugkijken, de Bundesliga lag je wel qua type voetbal. Toch ook redelijk snel belangrijk geweest. Ja, maar in het eerste jaar was ook echt straf. Was echt moeilijk. Want wij zaten met een schitterende ploeg. Ja. En we moesten vechten tegen de degradatie. Je eindigt voorlaatste ook. Ja. Twee degraderen en een derde moet de barrage spelen. Ah, derde laatste dan. Ja. In december, december of januari, denk ik, vertrokken Michel Frontzek. En kwam dan Lucien Favre. En alles is... Met dezelfde ploeg, alles is veranderd. Ja, in positieve zin dan. In positieve zin, ja. Ja, het is ook een heel goede coach gebleken. Hè? Dus dat zie je dan toch ook, dat hij op dat niveau onderaan het klassement verschil kan maken. Ja, maar jij houdt ze er wel in. Tegen Bochum. Het enige doelpunt maken in de eerste wedstrijd. Ja. En de assist voor de gelijkmaker in de tweede. Ja, dat was mooi. Nee, dat was een mooi moment. Maar ja, nog een keer, als je ziet die ploegen dat die hadden. Ja, jij hebt ze opgezocht. Ik kan nooit geloven dat wij moesten die gelijkmaker. Ja, Marco Reus, die... Ter Stegen. Filip Daams, linksbak, Dante, Martin Strandsel, Oostenrijk, International. Shaka Granit, Haver Nordveit, van Noorwegen, Juan Arango, een van de beste linksvoeten die ik heb ooit gespeeld. Oké. Marco Reus, Mike Hanke, dus... En jij. En ik, ja. dat was echt een heel mooie ploeg. Het jaar daarvoor was Logan Bailly nog daar. Klopt. Dus ja. Want het was grappig voor de... Daar straks tijdens de voorbereiding stuurde Leroy van de Kick & Rush podcast... Mensen denken nu wel dat wij zot lang en veel samen overleggen in de voorbereiding. Dat is absoluut niet waar. Wij doen ons ding, dan komen wij samen en dan komt daar iets uit. En ik word daar een beetje nerveus van dat jij niet wilt overleggen op voorhand. Maar ik vind dat goed. Nee? Doe maar verder. Maar dus, er is een website, een voetbalwebsite, die voetbalnostalgie en dingen verkoopt. En die verkopen posters van belangrijke doelpunten wereldwijd, zodat je uittekent in 2D... hoe een goal tot stand is gekomen. Ja. De vrijschop van Beckham, waardoor Engeland naar het WK gaat. Slaat dan Ibrahimovic met die omhaal van op de middenlijn. En wie staat daartussen? Igor De Camargo tegen Bochum. Dus blijkbaar... In de heenmatch dan? Ja, die 1-0 in de laatste minuut. Ja. Blijkbaar wordt die poster zoveel gekocht dat die tussen al die wereldtoppers staat. Ja. Dat is toch heel opvallend. Ja, die doelpunt is... die doelpunten van decennium gekozen... Op die moment. Dat die zo belangrijk was. Dat zo belangrijk was. Ja. Ja, maar je ziet het in Duitsland heel veel van die echt grote, grote ploegen. Die toch naar tweede klasse zakken. En dat is niet van, lijkt in België redelijk snel terug, de echt grote ploegen. Maar daar... Ja, kijk, HSV, hè. Je kunt daar echt wel lang in verzeild geraken. Heel moeilijk. Heel moeilijk. Want die competitie... ik zeg maar, die verschil tussen... Eerste klas en tweede klas in Duitsland is zo kort. Natuurlijk, als je pakt de top 8. Bayern, Dortmund. 8 in de eerste klasse. De rest, ja. Dan pak je de top 8 in de tweede klas. Dat zijn zo kort bij. Ik kan gewoon zeggen dat geen verschil is. En vooral met televisie ook. Ja. Alles hetzelfde. Alleen op één kant speel je voor Champions League, in de andere kant de promotie. Hè. Dus, maar Bundesliga is echt een van de beste competities ter wereld. Was dat het sportief uw hoogtepunt? Sportief? Ik denk de hoogste punt is als je kampioen speelt, of het hoogste punt, ja, nationale ploeg. Want je gaat niet maar zo in nationale ploeg om zomaar. Nee. Dus, ja, maar bij Gladbach eindig je wel het jaar daarna Champions League positie. Derde of vierde, denk ik. Ja, aantrekkelijk voetbal. Ja. Dat lijkt me elke week op dat niveau kunnen spelen, is toch een van de grootste verwezenlijkingen. Ja. Oké, nationaal ploeg, je kan eens opgeroepen worden.
Ja. Maar bij Gladbach een heel jaar presteren lijkt me daar boven te staan. Maar ik snap wel dat je sportief een kampioenschap winnen. Een kampioenschap, misschien nog wel. Zelfs al is dat dan in een mindere competitie. Nog ja, speciaal. Maar oké. Okay. Die periode van Standaard, je zegt net dat een van de beste ploegen ooit hier in België was. Heb ik dat gezegd? Ja, Sam. Die nationale ploeg is die periode die je best presteert in je carrière. Dus die periode van Standaard en van Gladbach kan je samen zitten om te kijken, ja, dat is die momenten die dat niveau echt heeft goed gepresteerd. En is Marco Reus dan de beste voetballer waarmee je ooit hebt gespeeld? Zet je die op nummer 1? Thibaut Courtois, Kompany, De Bruyne, Hazard, ja. Ik heb gedaan met Kevin. Als je met Kevin De Bruyne hebt samengespeeld, is hij 9 van de 10 keren alle kansen uw beste speler. Hè? Ja. Is waar. Maar ik ben een grote fan van Marco Reus. Ja, Marco Reus is een van de... Reus is zo, dat is ook een tweet. Wat als deze speler nooit blessures had gehad? Ja. Ja. Dat is toch het voorbeeld van... Marco die heeft zo'n elegance met de bal in de voet. Dat lijkt me denk een beetje aan Zidane. Aan die tijd. Hetzelfde type bijvoorbeeld aan Toni Kroos qua stijl. Maar hij heeft zo'n elegance aan de bal. Dat is echt... Hij is lichter precies, lichtvoetiger zo. Ja. Ja. Trouwens, ik denk dat ik dat al eens gezegd heb, maar Gladbach is echt een tip voor als er zo'n groep vrienden buitenlandse voetbalmatch wil gaan zien. Ah, ja, ja. Dat is echt hemels. En ook Duitse perfectie qua regelen. Je parkeert daar gewoon... Al die pakjes zijn echt aan het stadion gewoon. Ja. Dat is een waanzinnig stadion. En kan je een goede pintje drinken, dus voilà. Dat is goed. Maar dat is overal bijna. Een braadworst. Ja, dat zijn dan zo'n grote. Ja, maar ook altijd een heel grote link gehad met België, hè, waardoor er wel veel Belgen daar gingen kijken. Ja, ik denk dat zij ook veel keken naar de eerste klasse, om in te kopen. Ja, je ziet het, de spelers van een Dante tot een Daams, tot een De Camargo, tot Wesley Sonks en alles wat er geweest is. Zij hadden daar een voordeel uit dat de andere Bundesliga-ploegen misschien toen niet naar België keken. Hè? En je kon nog vrij goedkoop uit België goede spelers gaan halen. Nu is dat ook al wat moeilijker geworden. Als je ziet, Aster Franks is al 8 miljoen. Hmm. Ik weet niet voor hoeveel dat ze voor u betaald hebben. 4,5. Ah, dat was ook al veel. Voilà. Ja, dat vind ik veel. Volgens Proficiat. Nee, maar dat toch echt veel toen. Maar ja, de kampioenenploeg van Standaard, daar ging het ook niet te goedkoop uit vertrekken. Nee, maar ik tel dat... Franks was niet helemaal basisspeler bij KV Mechelen. Hij was basisspeler bij een ploeg die 2 keer kampioen was. En spits. Ja. En spits ook is altijd duur. Hè? Voilà. Ja. Dat klopt. Na Gladbach, via Hoffenheim, terug naar Standaar. Waarom terug naar België? Op die 2013. Moment, ja, de zomer op die moment toen ik ben vertrokken naar Hoffenheim... had ik getekend, als wij blijven in de eerste klasse, had ik 2 jaar contracten, automatisch. En op die moment blijven we in de eerste klasse, maar dan komt de trainer van Hoffenheim toen, Marcus Gisdol, en die zegt, ja, waar ga ik niet meer met u... Voor volgend seizoen. Ik zeg, ja, wat kan hij dat doen? Die wou je niet meer bij de ploeg. Ja, maar eigenlijk, hij heeft, ik denk dat die momenten alle oudspeler weggepakt. Ik denk de oudste speler toen was Salijovic, is gebleven, 26 jaar. Was de oudste van de ploeg. En was dat dan omdat die contracten te duur waren, of... Wow, echt dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Die zeggen dat dan? Nee, krijg niet meer uit. Nee, krijg je geen contracten meer. Allee, ik had hem al 2 jaar automatisch, dus we moesten een oplossing vinden. Want net op die momenten was WK. En ik wil absoluut spelen. En dan ben ik teruggekomen naar Standaard. Dus je hoopte eigenlijk een goed seizoen bij Standaar, om dan in Brazilië, was het WK dan ook nog? En dat is niet gelukt. Nee. Maar hoe dichtbij heb je nu het gevoel dat je hebt gezeten? Hoe zegt? Hoe dichtbij heb je gezeten bij de selectie? Want Benteke valt wel uit. Ja, juist ervoor. Nee, op die momenten speel je altijd
ging ik altijd met nationale ploeg. Maar op de laatste momenten was het natuurlijk niet evident. Als je niet speelt, als je niet in evidentie komen. Het is moeilijk om... Om belangrijk te zijn voor de ploeg en voor nationale ploeg. Dus was gewoon jammer. Ik heb alles gedaan om daarbij te staan, maar was... Heeft Pilmots u gebeld en zo dan ook? Of? Nee. Nooit iets gehoord? Nee. Oké. Jammer. Ik zou dan wel de reden willen weten. Of... Want dat kiest Origi die... Toen, denk je, nog geen 20 matchen had gespeeld. Hè? Nee, dat was de witte merel. Hè. Die kwam uit het niks. Dat was voor iedereen de grote verrassing. Hij had op die plek gerekend. Doordat mijn teken uitviel... Tenminste in de selectie. Hè? Want, maar goed, in een keer zo was goed geweest. Hè? Het was misschien ook het verkeerde standaard op het verkeerde moment. Ja, ook. Ja. Dat is een goede opmerking, want op die momenten zat Guy Luzon en die liet mij niet echt spelen. Dus voetbal is soms vriend. Ja. We hebben ook een interview gevonden op Voetbalnieuws of een dergelijke site. Van oei, dat klinkt in 2009 dat hij zegt dat hij geen fan is van genationaliseerde spelers. Ja, maar dat... Ja, maar of dat daar nog iets mee te maken heeft, wil ik ook niet gezegd hebben, maar in de voorbereiding, onze redacteur Lars gaf het mee. Kan, hè? Dat gaat terug op zijn eigen spelerscarrière hè, bij Wilmots. Die had het heel moeilijk met Weber en Oliveira. En die, maar als speler had hij dat als trainer ook. Dat zou ik wel heel raar vinden. Ja, ik heb een vraag daarover. Hij had het vooral wel... Hij zegt ook, Vidovic, Weber en zo, dat die ook meteen als ze klaar waren, weggingen uit België. Mijn vrouw en ik zijn Brazilianen qua origine. Ik ben genationaliseerd en genaturaliseerd. Maar mijn zoon is hier geboren. Hij heeft een Belgisch en Braziliaans paspoort. Is mijn zoon 100% Belgen? Ja, volgens de letter van de wet wel, ja. Ja. Ik ben genaturaliseerd. En als je pakt van alle andere spelers die hier is geboord met een andere... Onze rode duivels nu zitten er vol Dat is juist hetzelfde. Maar oké, ze zijn hier geboren, maar de basis lijkt mij echt niet hier te zijn. Snap wat ik bedoel? Mm-hmm. Denk dus oké, ik wil niet in polemiek beginnen, want dat is niet het idee. Maar iedereen weet dat ik was 100% daarachter en alles ging geven voor de Belgische vlag op die momenten. Want België heeft mij alles gegeven. Dus soms, ik hoop dat niet het geval was met Wilmots. Want ik denk dat hij is niet zo iemand die nee, ik weet dat gewoon zo niet. Aan denkt. Maar goed. België heeft eraan moeten wennen. Genationaliseerde spelers. Snap je wat ik bedoel? Ja. Er zijn toch veel spelers die zeker in het begin daar... tegen waren. Wat ik ook niet snap, hè, want zoals gezegd, ben er zeker van dat jij je truitje helemaal nat zou zijn voor België. Ja, de spelers hebben gewoon schrik voor hun eigen positie dan. Dat gaat niet over die nationaliteit, het gaat over oei, als die erbij komt, ga ik misschien niet mee naar het grote toernooi. Daar gaat het over. Uiteindelijk, ik denk, jij voelt u toch Belg ook. 50-50. Ja, zeker. Beide. Maar zeker. Dat kan, hè. Mijn basis zit daar in Brazilië. Maar alles wat ik heb bereikt hier, sportief gesproken, is hier in België, is hier in Europa. Mm-hmm. Dus ik heb twee zoon. Een zoon en mijn dochtertje zijn hier geboren. Dus... meer kan ik, moeilijk... Wat Nasser Chadli zei, die moest kiezen tussen Marokko en België. En toen had hij voor België gekozen. En dan zei hij ook van, ik heb nu gewoon een keuze gemaakt. Maar eigenlijk van binnen
zit nog altijd 50-50. Tuurlijk. Ik ben niet ineens meer Belg, omdat ik voor België moet een keuze maken. Dus. Maar ja, je hebt bijvoorbeeld heel veel jongens met Marokkaanse roots hebben de laatste jaren voor die keuze gestaan. Hè. Ik denk nog maar aan de Ziyech van deze wereld. Ja, dat blijft. Omdat je kan maar voor één nationale ploeg spelen. Ik vind niet dat die supporters van het andere land u daarop zouden moeten aanspreken, want je moet kiezen. Wij deden toen de website van Nasser Chadli en die was gehackt en alles, die kreeg dood. Ongelooflijk, maar die had ook wel zo'n friendly meegespeeld. Nu ja, goed, er doet ook niks mis mee of zo, maar dat werd hem niet in dank afgenomen. We gaan afscheid nemen van de PlaySports-kijkers, want het is al een uur. Tijd is voorbijgevlogen, moet ik zeggen. Als jullie het een interessant gesprek vonden, kunnen jullie het verder bekijken op de YouTube-kanalen van PlaySports. Als je het wilt luisteren, kan op de podcast-kanalen van Friends of Sports. Onze gast van volgende week heeft nog niet helemaal bevestigd, maar... Ah, oei. Ja. Dan ga ik hem niet verklappen. Nee, voilà. Ik hoop dat hij komt. Het is een goede vriend van mij en het is niet Dries Mertens, voordat iedereen weer gaat Dries Mertens zeggen. Het heeft er niks mee te maken. Dus tot volgende week. Goed. Via Standaard dan, op het einde, zoals je al zei, Luzon minder aan het spelen, toch terug naar Genk. Waren er op dat moment geen andere ploeg geïnteresseerd? Ja. Ik was op die moment net bij Oostende getekend. Oké. Okay. Ja. Echt getekend? Ja. Maar... Dan spreken maar op we over koekentijdperk al. Ja, ja. En waarom niet getekend? Want we hadden een afspraak om samen te zitten. En kom ik daaraan, ze hadden alles klaar. Ik zeg, oei, er is iets gebeurd dat ik niet wist. Dus dat is gewoon niet door. Je voelde je wat benauwd zo? Dat was gewoon... Want... Allee... Ik neem altijd de laatste woord. Ik beslis altijd over mijn carrière, natuurlijk. Hè. Alles wat is gesproken daarvoor. Ja, ik moet eerst bekijken als alles goed is voor mij en voor mijn familie natuurlijk. En ja, op die momenten was niet interessant. Dus... over wat gaat het dan? Over dat het salaris plots lager alles, lag? Contractueel, algemeen... Want Oostende betaalde toch niet slecht? Nee, op die momenten, die wilde iets doen. Die heeft, ik denk, Silvio Proto gehaald. Ja. Lombard, Syriac, kan je zien, gehaald. Dus die zaten met een heel mooie ploeg. Ja, maar voilà, op nog een keer, moest er niet zijn. Ja. Voel je dat dan als thuiskomen bij Genk? Of? Ja, want ik ken iedereen daar. Dat is niet dat je wraakgevoelens had of zo... Nee, ik voel me gewoon goed bij Genk. Iedereen weet hoe ik ben. Ik voel me gewoon goed daar. Ik ken het huis. En op die momenten, je weet, je gaat naar een grote ploeg en je gaat spelen. Dus dat was gewoon een gemakkelijke keuze. Ja, het leek mij ook een match met Peter Maas. Ik denk dat jij wel een spits bent die normaal gezien in een Peter Maas voetbal perfect zou moeten passen. Ik ga iets zeggen, ik herinner me dat echt niet meer goed. Die passage bij Genk. Ja, nee, toen ik het las, dacht ik, en daar kwam zo weinig terug. De Camargo bij Genk toen. Dat loopt ook gewoon niet zo goed, die periode van Peter Maas. Die heeft gewoon heel veel geprobeerd, heel veel geroteerd en uiteindelijk er niet in geslaagd om de succesformule te vinden. En dan was jij ook mee het slachtoffer van. Hè? Peter Maas heeft heel veel spitsen geprobeerd. Heel veel aanvallende formules. Wie dan allemaal? Ja, ze hebben in dat seizoen alleen al Karelis en Samatta er nog eens bijgehaald, bovenop de ploeg die ze al hadden. Dus daar zit je op een gegeven moment 5-6 spitsen. Ja, dan ga je als coach ook wisselen om te wisselen, denk ik. Allee, ik wil niet Maas zijn naam spreken, maar ik denk dat je dat automatisch begint te doen. Als het niet draait, spitsen wissel je heel gemakkelijk. En dan ben jij daar slachtoffer van. Dan moet je resultaten hebben. Hè? Dus wat ga je doen? Ga je tijd geven aan de trainer? Of ga je veranderen? Dus het is altijd moeilijk. Maar ze hebben wel heel rap... Of jij hebt misschien heel rap beslist, dan niet. Dan ga ik wel vertrekken. Want Karelis Samatta, die werden ook gehaald als basisspeler. Ja, maar waarom ga ik blijven aan een ploeg die mij niet wil?
Ja, voilà. Dus ja, ik ben een heel gemakkelijk jongen. Heel gemakkelijk. Ballen voor een stem. Ik geloof het wel, eerlijk. Nee, ik ben een heel gemakkelijk jongen. En ik creëer nooit een polemiek. Ik wil... Allee, zeg nooit nooit, maar ik wil altijd de gemakkelijkste oplossing vinden. Als het niet goed gaat, stoppen wij. Ja. Waarom gaan wij verder? Dus zoek gewoon een oplossing. En ik denk dat en bij alle ploegen dat ik ben geweest, ja, ik denk dat in duur, denk ik, zijn altijd open. Dus dat is denk waar. Ik ook. Je bent ook wel een paar keer teruggegaan. Ja, het is nu daar. RWDM in Brussel, standaard, meerdere keren Genk. Ja. Maar er zijn legio verhalen van spelers die ja, willen blijven zitten en vasthangen aan hun eigen contract en dan zeggen, oké, betaal mij gewoon verder, gebruik je mij niet, ik ga wel in de beker en zitten desnoods, maar ik blijf gewoon. Zo zijn er ook. Maar dat had jij nooit gedaan, denk ik. Ik zie je niet direct in een beker en zo met de belofte gaan trainen en dan in elke maand je overschrijving zien binnenkomen en voor de rest niks. Dat ben je niet. Dat zit niet in mij, dus. Nee. Wou je zelf weg, Genk? Na dat jaar. Toen is de mogelijkheid er gekomen om weg te gaan. En ben ik vertrokken. Naar Cyprus. Naar Cyprus. Spontaan een lach op je gezicht. Terug naar de zon. Een van de twee mooiste jaren van mijn carrière. Carrière of leven? Beide. Oké. Maar cool, dat had ik niet verwacht. Ja. Eerlijk gezegd, het niveau van de competitie is niet echt waar je gaat naar kijken. Maar vooral als jij Europees voetbal haalt, dan zit je heel goed. Want je hebt een heel mooie infrastructuur. Je hebt zon de hele jaar door. Je hebt een heel goed leven. Goeie koopleven. Wat moet je meer hebben als voetballer? Wat doen wij hier? Wat doen wij hier in Vilvoorde? Ja, ik ben niet zo'n echt zonneman. Jij wel? Want je hebt wel het kleurtje tegen om dat te zijn. Ja, ik vind de zon veel leuker dan de winter. Ja, oké. Maar, ja, ik ben 100% zeker dat jij graag in het terrasje dan binnen zitten. Dus. Dat wel, man. Ja. Zou je echt graag Cyprus willen wonen? Dat is een fantastisch eiland. Ja? Dat is een fantastisch eiland. Ik had nooit gehoord van Cyprus. Ik had echt, eerlijk gezegd... Maar lacht je dan iets als ik ging Gwen Stefani zeggen, Paul Stefani? Gwen Stefani. Ja. Dus, had het over Stefani, had denk ik Gwen Stefani. Ja, nu ben ik het ook kwijt. Als hij belt, ik heb een ploeg uit Cyprus... Wat denkt je dat? Wat is dan ja, ik wist van niks. Dus dat was voor mij ook vreemd. Maar ik zeg, de eerste wat ik vroeg, is daar een school voor de kinderen. Want dat is in België natuurlijk wel echt top. Ja. Ja. Op die momenten zaten die Alex da Silva, de ex-Genk flankspeler. Ja. Die Brazilianen zitten daar. En ik bel hem op. En die zegt zo, welke ploeg ga je komen? Ik zeg, ja, bij een Apoel. Direct. Je moet er zelfs niet nadenken. Dat is de beste ploeg van het eiland. Die gaat kampioen spelen. En ik heb alles hier. Ik zeg, ja, alles. Wat is alles? Igor, je moet echt geen zorgen maken. Internationale school, Franstalige school. Alles jij wil... Heb je dat hier? Dus, en voor mij was echt een heel positieve verrassing dat ik heb gehad. En Champions League meegespeeld? Die eerste jaar net niet Champions League, met die doelpunten van Santander in de 86e minuten. Verliezen wij thuis 2-1. Maar dan wel nog Europa League. En dan Europa League gespeeld, tot de kwartfinaal hier tegen Anderlecht komen verliezen. En dan, het jaar daarna, wel Champions League gespeeld. En met een heel kleine groepje. Ja.
Wat was dat? Ja. Tegen Real Madrid? De Real Madrid, Tottenham en Borussia Dortmund. Golala. Piece of cake. Ja, oké, als je dan toch eens Champions League mag spelen. Ja, ja, maar, dat ook. Cyprus. Wel twee punten gehaald in de groepen. Hè? Twee keer tegen? Twee laatste matchen. Tegen Dortmund. Twee keer gelijk gespeeld. Ach, kom op. Ja, mooi. Maar dus, fantastisch leven. De kinderen gaan goed naar school. Je maakt daar record aantal doelpunten, denk ik, in één competitie. Champions League mogen spelen bij al die mooie ploegen. En dan vertrekken naar KV Mechelen in 1B. Daarom ben ik naar hier bij RWDM vandaag. Die ambitie, die projecten. Ik zit niet stil. Ik had nog 1 jaar... kunnen krijgen daarbij. Maar hij sprak mij niet aan. Nee? Het was op na 2 jaar. Dat was op. Was klaar. Mijn vrouw was niet content. Want de echte reden. Hij wou eerst nog iets anders zeggen. Ja. Maar. Maar het was er gezellig. Er was veel zon. Was ja. Een heel, leven. Het was heel mooi leven, maar... Wat zei hij? Ik wil naar Mechelen. Ja, tuurlijk. Nee, maar vooral voor die uitdaging. Dat stimuleert mij. Waarom ga ik vertrekken van Hoffenheim als ik had een echt heel mooie contracten daar? Maar geld interesseert me niet. Ja, maar... En sommige momenten, heel veel mensen hadden gezegd, ja, je komt naar die ploeg voor geld, je komt naar die ploeg voor geld. Maar die mensen kennen me niet. En dat vind ik soms wel jammer. De mensen tegenkomen die praten om te praten. Maar plakt dat aan uw carrière nu toch? Nee, helemaal niet. Maar sta erbij. Hè? Jij komt al ook tegen, snap je? Ja. Maar die uitdaging voor mij is echt leuker, die veel belangrijker. Dat stimuleert mij gewoon. Ja, en KV Mechelen had inderdaad dat jaar dat ze... in 1B terechtkwamen en absoluut kampioen wilden spelen. Dus en ook, het is geweten dat ze u er absoluut bij wilden. Ze zijn wel erg ver gegaan om u te halen. Maar die jaar daarna, die hadden mij ook gevraagd om te komen. Toen ze in de eerste nog zaten. Het jaar daarvoor. Maar dan kon ik niet... Ja, dat was echt heel moeilijk om te vertrekken. En het jaar daarna opnieuw gekomen en ik zeg, ja, we moeten teruggaan. En ik zag die ploeg van KV Mechelen. Ik zeg, hoe is dat mogelijk? Dat ze zijn gezakt. Ja. Hoe is dat mogelijk? Ja, dat blijft bizar, hè, met Mats Rits. Maar dat is een ander toontje van zijn stem. Hè? Ja, dat blijft pijn doen als ik daaraan terugdenk. ik vind dat nog altijd een te goede ploeg waarmee we zijn gedegradeerd. Maar dat is een waarschuwing voor iedereen in België. En niet in de top 5 zit, het kan elk jaar gebeuren. Hè. Elk jaar opnieuw ligt alles open daar, van plaats 8 tot onderin kan het gebeuren. Ja. Maar de nieuwe investeerders toen bij KV Mechelen hadden wel kapitaal en hebben wel gezegd... En Pennings toen. Wij willen absoluut De Camargo zijn heel erg ver gegaan, toch, om u te gaan terughalen. Of is dat fout? Ze wilden absoluut een spits. Waar je de topverdiener in 1B? Ik ben heel gemakkelijk, jongen. Dan moet je niet veel hebben om mij te overtuigen. Dus ik wil gewoon voetbal spelen. Ja, en dat konden ze wel garanderen, dat je daar spits mee ging. Ja, nee, maar vooral opnieuw die uitdaging. Ze heeft mij gezegd, we willen direct terug in die eerste klasse. En als ik moest... als ik moet hard zijn voor deze ploeg... We mogen nooit die finale spelen tegen Beerschot. Twee keer de periodes winnen, wil je zeggen? Absoluut. Ja. Zonder geen enkel twijfel. Maar ja, voetbal is zo mooi. Het kan altijd, ja. Ja, het was gewoon een heel mooie periode, een heel mooi moment. Het is een van de mooiste jaren van één seizoen dan van moderne geschiedenis van KV Mechelen. Zeker, dat had ook niemand verwacht. Dat is ook de reeks dat ze met PlaySports dat ze helemaal volgen. Dat begint met het schandaal van Proper Handen dat ontploft. Ik had een vraag van Nele Steemans. Heeft dat schandaal de groep echt dichter bij elkaar gebracht? Waardoor jullie wel zo extra strijd vragen? We zaten in de kantine van die academie.
Academie, dat klinkt mooi ja. voor de kleine Maliwa. Voilà. Maar is toch een kleine academie daar, of niet? Ja. Ja, ja. ja. Voor de keer dat hij het niet groter maakt. Een zeer, okay. zeer moderne academie. Voor de mensen die er ooit al eens geweest zijn. We zaten in de kantine van het trainingscomplex van de, van de KV. Net meeting gehad. In een keer kom in het nieuws. Ja... Schandalen, proper handen, ik ga nooit vergeten. Iedereen was een beetje, wauw, wat gaat gebeuren? Wat is nu aan de handen? Wij moesten trainen. Wij gingen beneden naar die kleedkamer. En we zetten die liedje van Bob Marley. Misschien ga je Steven vragen voor de volgende keer dat hij naar hier komt. Nee, Steven niet. Of iemand Three van... Little Birds. Don't worry. Don't worry. Ja. Dus die had mij echt... Je hebt dat onthouden, dat moment. Ja, op die moment. Ja. Want ik wist dat die ploeg echt goed bij elkaar zat. En we wilden alleen maar aan die sportieven denken. Ja. Dus was echt... Het leek ook wel geen invloed te hebben. Op de groep zelf. Nee, wat je daarnet aanhaalde. Ik denk echt in tegendeel. Het was elke week opnieuw net samen knokken tegen de wereld. Dat werkte. Iedereen valt ons aan. Ja. En dan kruip je samen. Hè. Dat werkt. En eerlijk gezegd, die ploeg van KV Mechelen, die groep van KV Mechelen, was een van de beste die ik heb ooit mee gewerkt. In die zin qua mentaliteit, qua inzet, qua... Voilà. Dat was echt een heel mooie sfeer. In de kleedkamer. Ja, het gebeurt echt zelden of nooit dat je ook de beker wint vanuit tweede klasse. Het was nog nooit gebeurd, of het was heel lang geleden in ieder geval. Ik bedoel, zelfs ook in het buitenland en zo. Het was, en die 1 mei, daarvoor moet ik u voor eeuwig dankbaar zijn, want dat is een van de gelukkigste dagen die ik als voetbalsupporter heb meegemaakt. Ik wou net vragen, mooiste De Camargo-herinnering? Bij KV Mechelen. Dat de bekerfinale, ja. En, waar hij ook echt goed was. Ja, waar hij een super wedstrijd speelde. Oké, hij scoort niet, maar je hield... Klein verwijtje toch? Nee, want dat denk je bij een spits. Als hij niet scoort, heeft hij geen goeie match gespeeld. Maar in die bekerfinale speel je fenomenaal. Toen ik zag de trainer die derde wissel aanroepen, ik zeg, dit is voor mij. Ja. Oké, dankjewel. Ik word gewisseld. En ik zeg, nee, dat was niet voor mij. Ik zeg, Ja. Want ik heb voor die finale, je hebt maar 1 week of 5 of 6 dagen getraind maar, om deze finale te spelen. Oké. Okay. Want ik zat met een knieblessure tegen Beerschot. Ik liep in een knieblessure tegen een Beerschot. En was... 6 weken niks, denk ik. Hè? Ja. 5, 6 weken was er geen voetbal voor me. En ik heb maar... Maar 1 week meegetraind met een groep. Maar daar heb ik gezien wat het verschil is dat een speler die op hoger niveau heeft gespeeld kan maken. Daar zag je echt de kwaliteiten waarom dat je in de Bundesliga hebt gespeeld. De simpele technische dingen waren allemaal juist. De aannames met de borst, de kleine kaatsen die altijd juist waren. Een foutje uitlokken op het juiste moment. Wat ik de allerbekendste De Camargo move vind, is op de middenlijn, de verdediger springt in je rug. Jij gaat liggen, fout, heel de ploeg kan opschuiven. Nee, dat is echt waar. Dat is hoe vaak dat jij dat doet, waardoor de ploeg kan ademen. En dat is superbelangrijk. Ja. En de techniek rond de 16 meter. Daar de kalmte kunnen bewaren. Dat vind ik ook... De onderdruk, de kalmte bewaren. Ja, en ik weet dan ook dat we na die bekerfinale erover hadden, dat we daar echt gezien hebben wat het verschil kan zijn van zo'n speler die echt van hoger komt. Waarom sommige spitsen 1B-spitsen zijn en waarom sommige spitsen bij Gladbach eindigen. Daar, die wedstrijd kon je dat echt zien, vond ik. Ja. De Camargo, KV Mechelen, cult of legend? Door die bekerfinale legend. Echt, door dat winnen als tweede klasser van die beker, denk ik voor altijd legend. Ik denk niet dat jij ooit nog moet betalen op KV Mechelen als jij daar iets wil drinken of wat dan ook. Ik denk heel veel spelers van die ploeg... Ik moet zeggen dat heel veel mensen van KV is aan het volgen, dus... Herinner u goed. Ja, maar ja, de volgende keer dat je achter de kazerne komt, ben ik er zeker... jij wordt daarvoor altijd aangekeken als een legend. Dat ben ik zonder twijfel. Voilà. Ja. Eigenlijk zou ik nu moeten stoppen, maar ik wil nog 1 vraag stellen. Klopt het dat je ooit heel dichtbij Fulham hebt gestaan? Heel dichtbij.
En dat je daar wel... Dat is het moment waar je misschien het boosste over waart. Dat dat niet gelukt was. Ja, wat moet ik zeggen? Ik was vooral boos, want ik moest heel vroeg opstaan. Ja. Ik heb de hele dagen... Dat heb ik ook altijd. Ik heb, ja, maar ik heb die hele dagen moesten... mijn medische testen afleggen. Om 4:30, 5:00 in de namiddag was de laatste examen dat ik moest doen bij Fulham. Ik zat in de ziekenhuis. En ik ging scanner. Ik zat in de wachtzaal daar. Opeens krijg ik een telefoon van mijn manager en zegt zo, ja Igor, kom maar terug. Ik zeg, ja, ik ben hier in de wachtzaal, ik moest nog scanner doen. Ja, dat gaat niet meer door. Ik zeg, hoezo? Dat kan toch niet? Ja, nee, dat gaat niet meer door, want dus iets gebeurt daar tussen de mensen over de contracten en die gaat niet meer door. Ik was zo kwaad, want ik heb die hele dagen moesten lopen, springen. En je waart al moe? Ik was echt heel moe. En, ik had het ook wel willen zien. En tja, dat was echt heel teleurstellend. Op dezelfde avond gingen wij naar Everton. Spreken met de grote baas van Everton toen. Dat was een heel mooi gesprek, maar ook was net niet. En dan zijn we vertrokken naar Hoffenheim. Ja. Ik had het wel echt willen zien, de Camargo in de Premier League. Ja, zeker bij zo'n ploeg als Fulham. Ja. Ja, ik weet niet, dat klinkt... Dat zou kunnen werken. Ik denk het maar ook. Je moet wel tevreden zijn met de infrastructuur van KV Mechelen. Hè? Ja. Als je die Fulham ziet... Allee, toen, hè. Nu weet ik niet hoe het daar zit. Je gaat me niet zeggen dat Fulham ouder was dan KV Mechelen. Fulham heeft nu nieuw gezet, denk ik. Maar. Ja, voilà. Dus voilà, maar wat toen. Ik heb gezien toen was... Dus dat is... Dat misschien is... zat je bij het verkeerde Fulham. Of bij het verkeerde KV Mechelen. Maar voilà. Dus was niet echt... Niet modern. Nee, het was niet modern. Ja. Goed, Igor. Voilà. Dikke merci om te komen. Dat is graag gedaan. Ik hoop dat je het plezant vond. Nee, het was heel, heel mooi. Is dat moeilijk voor u om zo lang Nederlands te praten? Of? Dat gaat. Heb je veel fout gemaakt? Nee. Voilà. Dus, soms leek het alsof je meer moest nadenken, maar ja, niks mis mee. Ja, want sommige woorden natuurlijk... Voilà. Ik heb, om uit te leggen aan de mensen, ik ben nooit naar school geweest hier in België. Toen ik ben aangekomen in Genk... hadden wij, ik denk, 1 of 2 uur per week les met een andere spelers. Maar ik moet echt dankbaar zijn aan de familie in Maasmechelen. Gastgezin dan? Mijn gastgezin, ja. Waar ik heb enorm veel geleerd. Leren vreten eten. Belangrijk. Zeer belangrijk. Een frikadel speciaal, stoofvlees. Hè? Was lekker. Direct goed binnenkomen in België. Voilà. En, maar echt dankbaar, want hij heeft mij enorm geholpen. En ja, maar die kleine foutjes... Ik vond het heel goed. Sorry, maar ik vind dat, fijn, dat gaat blijven. Allee, ik bedoel, ik heb interviews gezien van u in het Frans, uw Nederlands, Engels, ja, Portugees natuurlijk. Ja, dat kan ik niet zeggen, hè. Dat gaat de mij niet zien doen in Brazilië, daar binnenwandelen en vrij snel Portugees oppikken. Ik denk niet dat ik zo'n talenknobbel heb. Tu parles pas le français? Een petit peu. RWDM moet nog lukken. Maar dat vind ik altijd heel knap. Hoe dat bepaalde voetballers zich zo snel aanpassen aan hun omgeving. Ik vind dat echt ongelooflijk knap. Ik kan dat niet. Voilà. We wensen u alle succes bij RWDM. Dank je wel. Aan de kijkers en de luisteraars. Onze gast van volgende week kun je nog niet zeggen. Schrijf je zeker in op de Mid-Mid Cup. Dat kan op garincha.be. Ik ga dit weekend naar Manchester. Ik ga een giveaway meepakken. Ik zal ook een shirt meepakken dat jij niet meer dat lelijk shirt moet aandoen. Bij wie zou wij op bezoek gaan? Tot volgende week. Bye.